Voor de leden van de bond die in de jaren 1940 tot 1945 gevallen zijn, wordt vervolgens een monument onthuld. De heer Mullier, oprichter en thans erevoorzitter van de voetbalbond, opent het gordijn. Het monument is samengesteld uit 5 bronzen kasten, waarin de namen voorkomen van de 2212 leden van de KNVB die in de oorlog het leven verloren. Aan de voet van het monument, dat een plaats zal krijgen in het bondsbureau in Den Haag, werden vele kransen neergelegd, onder meer namens de koningin en prins Bernhard.